Gisternacht heb ik weer een late night Fortnite stream gedaan en toen hebben we heel veel potjes gespeeld. Alleen ik heb er niet heel erg gek veel gewonnen. Maar ik heb tenminste wel één gewonnen. Dus ik dacht, nou ja, laat ik die maar lekker uploaden op YouTube. Dus mocht je deze video leuker vinden, druk een duimpje op blauw, duimpje omhoog, ben je nieuw. Druk dan even duimpje op de abonneerknoppie. En wie weet, zie ik jou dan weer bij de volgende video. Geniet lekker van deze video. En ik zou zeggen, speel maar af. Kim. Belangrijker om te fixen dan een wapen die je gebruikt in Fortnite om te killen. Wat natuurlijk het doel is van de game. Dan staan je prioriteiten gewoon niet goed. Punt. Je prioriteiten zijn kut. Je prioriteit is om in mei of in maart fucking 223 miljoen dollar in een maand te verdienen. 223 miljoen dollar. Maar hou maar met je shotguns fixen. Wat is er broken aan de shotgun? De spread, de damage, gast. Kijk even. Van afstand 40 damage, 50 damage, lichaam 18 damage. Van dichtbij ook nog. $223 miljoen heeft Epic Games aan de maand maart verdiend. Een maand. En het is ook nog eens maart. Kun je nagaan wat ze er doorheen jagen? Of wat de consument er doorheen jaagt op december? Of in december? Kun je nagaan hoeveel kinderen gaan vragen aan hun ouders: mag ik geld voor V-Bucks? Besef het even. Besef het alleen al in één maand. 223. En dat is een maand waar ze fucking gigantisch vette skins hebben gedropt. De Raven. De weet ik veel wie. Ze hebben volgens mij een paar skins gedropt. Een paar gliders. Een paar pickaxes. God, ze hebben een godsvermogen gedropt. Kun je nagaan. Als ze straks in seizoen 4. Let op. Superhelden, ja? Kinderen zijn gek op superhelden. Kun je nagaan als ze in één maand vier verschillende oranje skins droppen? Weet niet of ze dat gaan doen. Volgens mij doen ze dat echt letterlijk om de twee weken of zo. Of om de weet ik veel wat. Maar stel je eens voor hoe erg ze op kinderen inspelen wanneer ze superhelden gaan kiezen. I'm just saying. Ik zeg maar. Ik zeg maar. Stel je voor, hé. Je krijgt bijna een lookalike Spider-Man skin hierop. Een lookalike Spider-Man skin. En je glider is een spiderweb. Stel je voor. Ik durf te wedden dat ze alleen al aan die skin in één of twee dagen... Pff, makkelijk. Dat zal het zijn. 30 miljoen. 30 miljoen. Hooguit. Nee, minimum. Minimaal. Minimaal 30 miljoen. Eerste dag skin. Kijk op. Ja, alle superhelden. Oh, nee. Ja, nee, zeker. Alle superhelden. Batman, Superman, Spider-Man, The Flash. Wat denk je daarvan? Alle nerds. Die pakken 100% The Flash. Like. Over wie hebben we nog meer, jongens? Noem eens even wat superhelden. Batman. Dat zei ik al, volgens mij. We hebben het hier echt over een miljoenen business binnen 2 dagen. 100%. Maar ho, wacht even. Je shotguns binnen 2 dagen fixen? Nee, kan niet. Geef ons gewoon onze gewenste fucking damage.
Ik wil geen fucking 18 damage hebben terwijl ik schiet. Van dichtbij. Met een blauwe tactical. Dat wil ik niet. Ik wil niet 20 euro besteden aan een skin. Hulk, Green Arrow. Oh, de Hulk. Oh, Deadpool. Wie nog meer heb je? Captain America. Oh. Denk je daarvan? Wat denk je daarvan? Losgeslagen. Weet je, ik vind het prima, maar fucking fix eerst je fucking game. En ik snap het, als developers is het moeilijk, tuurlijk. Ik zou niet in hun positie willen staan, hoor. Ik zou zeker niet in hun positie willen staan. Verre weg van. En ik heb ook alle respect voor ze, tuurlijk. Ik heb respect ook voor ze wanneer ze fucking een game fixen. En wanneer ze laten zien dat ze tenminste proberen. Wat ze nu aan me laten zien is alleen maar geld verbrassen en proberen een kill te krijgen met een blauwe tactical die nog redelijk moeilijk te krijgen is. Sinds het eigenlijk paars hoort te zijn. Haal je fucking bloem ook weg. Je bloem was eerst perfect. Waarom is dat nu opeens zo veranderd? Natuurlijk. Zien ze een SpongeBob. Ze moeten slechteriken inbrengen. Die vind ik veel leuker superhelden. Wat denk je? Wat denk je dat ze gaan doen? Bij superhelden, let op. Let op mijn woorden. Dan gaat er een filmpje komen of iets waar zij goed in zijn. Ik weet niet wat. Een afbeelding. Weet ik voor waar ze goed in zijn. De Joker. Of ik weet niet wie. Wie bijvoorbeeld. De Venom. Venom. Tegenovergestelde van Spider-Man. Wie heb je nog meer? Dat zijn eigenlijk een beetje de enige die ik ken. Wie nog meer? Ik weet het niet. Weet ik veel. De Penguin of zo van Batman. Weet ik veel. Maar dan krijg je dat straks ook nog. Dus dan heb je straks superhelden. Ja. Dan zul je waarschijnlijk een oranje skin hebben. En dan krijg je straks ook super schurken. Paarse skins. Let op mijn woorden. Er wordt zoveel geld verdiend straks in seizoen 4. En ik hoop echt, echt, echt. Ik fucking... Als er een god is en een god bestaat, alsjeblieft, hoor me aan. Ik hoop echt dat ze hun game goed gaan updaten. Erbij. Thor, Iron Man. Kun je maar doorgaan. Zo kun je door blijven gaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Kijk, dat is een mooie, hè? Degene die nu doneert, dat is mijn broertje. En ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Ik ben zo fucking flabbergast. Hoezo is het eerste schot 44 en dan het tweede schot gewoon niet meer, terwijl het precies op hetzelfde plekje is. In ieder geval, oh ja, Diego geeft mij nu, Soddel, 1 euro. Die geeft mij nu gewoon straks geld. Nee, niet eens straks, die geeft me nu gewoon geld. Om straks skins te kopen. Nou, nah, dankjewel Diego. Dood. Soddel, terwijl Diego heeft 1 euro gedoneerd en zegt, beter voor je, jij komt hier na de 100 kijken, je weet wel wie. Ja, ik weet het, Diego. Ik fucking weet het, je hoeft niet zo, hoe heet het te worden, zo geheimzinnig. Of ben je nu ook een superheld aan het worden? Ben je nu ook een skin aan het worden voor Fortnite? Ik durf te wedden dat jullie me nu op de beamer hebben, of niet? Ik durf het gewoon te wedden. Ik hoop dat jullie wel wat lekkers hebben daar bij Open Oma.
Gewoon iets van een ijsje of lekker wat drinken. Cola, chips, noten. Weet ik veel. Doneer even nog een keer een euro. Even, even kijken of je dat hebt. Ik zei toch? Mijn moeder appen nu. Ik fucking zei het. Mijn moeder appen nu. Ja, we hebben je op die fucking beamer. Nou, maar dan mag je ook via WhatsApp reageren. Hebben jullie lekkere chips, noten, cola, drinken? De hele rand ervan te verstijn. Anders kom ik niet. Ik ken mijn moeder, ik ken mijn familie zo goed. Dat is echt eng. Let op. Doet ze nu ook een gesproken bericht. Ik durf 100% te wedden. Omdat het te veel is om te typen. Op de beamer, ja. Ja, hebben we lief. Oh, oké, ja, dacht ik al. Zou ik ook heel snel die spraak mee wil cancelen, inderdaad. Omdat ik weer gelijk had. Mooi. Hij gaat bouwen. Nee. Hij loopt gewoon door. Deze motherfucker loopt gewoon door. Fuck City. Die man kan toch niet ver weg zijn? Hoodie niet, ladies and gentlemen. Ja, wel iets te zien je nu als het goed is. Ik wou zeggen, ik hoop voor jouw dikke kop dat je fucking shields hebt, maar niet dus. Nou, leuk. Weet je wat, om veilig nog te zijn. Moet toch hier zijn, waarom niet? Kijk maar, iedereen heeft hier al gebouwd. Kijk, legit. Timing. Oh, oh, alles flikker. Hij volgt me niet naar beneden. Vind ik jammer. Maar hij volgt me wel naar de loot. Dus wat ik nu moet doen is uitkijken. Hij heeft ook geen shields. Hij heeft niemand fucking shields in het spel. Jongens, als jullie hem zien, type. Hem horen, type. Hij shield niks. Ik kon maar één keer geraakt worden met de sniper. Ik moet aan die andere kant van die heuvel komen. Daar is gebouwd. Zo. Risicovol.
In dat ijzeren? 230 lam. Ja, die kabouter, ik weet het. Fuck die. Minis. Ik ruik mini shields. Oeh, dat ruikt goed. Dat ruikt heel goed, jongens. Willen we deze hebben? Shields zijn belangrijk, hè? Deze kunnen ook wel van pas komen. Fuck it. Ik weet het, Koen. Geef me één moment. Allemaal die torens, jongen. Ik word er helemaal scheidziek van. Nog meer minis. Is hier ergens een launchpad? Ik moet er nu zijn namelijk. Kijk eens gaan, joh. Ik moet er nu heen. Kak. Ik hoop echt nog niet dat er een van hun doodgaat. Onze team, hè? Kan toch niet zo zijn dat iemand zo lang blijft leven? Wat ben ik nou gek? Kijk, legit, waar ze fuck zijn ze? Flikker op. Zo kun je echt niet zijn, nou, hè?
Oh, fuck yes! Oh my god! Hé, eindelijk! Eindelijk!